We hebben, ik denk januari ongeveer, hebben wij een stichting opgericht samen met alle Nijmeegse brouwers. Dat zijn in het totaal 6 brouwerijen die de handen in één hebben geslagen. Wij doen altijd 1 keer per jaar een heel tof biertje ontwikkelen. En dat is het Vierdaagse Feestenbier, in samenwerking ook echt met de Vierdaagse Feesten. Oersoep maakt dit Vierdaagse biertje in samenwerking met De Hemel, Neffel Artisan Aleels, Lab 54, Geronimo, De Brouwtoren en Vagevuur. Ja, we hebben ik heb hem hier staan in ieder geval. We hebben de 0.3, een alcoholvrije versie voor het allereerst dit jaar gemaakt. En een 5,5% biertje. Het is een NIPA, een kleine leuke woordspeling, maar het is de Nijmegen Pale Ale. En wat ze vooral kunnen verwachten is een heerlijke doordrinkbaar biertje wat perfect aansluit bij de feesten. Lekker fris, een beetje fruitig, goed hoppig. En de alcoholvrije versie die lijkt als 2 druppels water ook op de alcoholversie dus. We hebben dit voor de tweede keer nu met z'n allen bedacht. Dus we hebben een leuke avond met alle brouwers uitgekozen. We zijn bij de Brouwtoren in Nijmegen geweest. En daar hebben we met z'n allen volle bak een receptje geschreven met lekker bier erbij. Gekeken welke bierstijlen het moest worden en daar is dit uitgekomen. Dit biertje valt in de smaak. Dat blijkt wel uit de verkoop die heel hard gaat. Ja, dit bier kunnen we helaas niet meer bijbrouwen. Het is heel hard gegaan inderdaad. Dus we zijn nu al in ieder geval op de brouwerij met de alcoholversie uitverkocht op blik. Want dit jaar doen we voor het allereerst blik, omdat het net even wat beter is voor het milieu. Maar fusten hebben we er nog maar 18 in totaal staan op de brouwerij. Dus als dat straks op is, dan hebben we niks meer.